Tom van de Wege in Kiev, in Oekraïne. Ja, live nog naar Washington, naar Tom van de Wege. Tom, hallo, we kunnen nog even met jou praten vanuit China. We schakelen rechtstreeks door naar Tom van de Wege in New York. Dag Tom, jij staat midden in het rampgebied. Inwoners proberen te redden wat er nog te redden valt. En ook al is het voor sommigen al de vierde keer dat ze een tornado meemaken, aan verhuizen denken ze nog altijd niet. Where would we go? This is home. Onze meetapparatuur geeft op de grens van de verboden zone aan dat de radioactieve straling opvallend snel toeneemt. Uit voorzorg trekken we beschermende kledij aan. Ik sta hier net achter de barricades van de Roodhemden. Iets verderop staat het leger. Zo net werd hier met scherp geschoten. De situatie lijkt hier steeds meer op een oorlog. Nu al worden plannen gemaakt om actie te voeren tegen de Olympische Spelen die hier over 2 jaar plaatsvinden. Tom van de Wege, VRT Nieuws, Rio de Janeiro. Okay. Yeah. Yeah. Yeah.